gaat goed. Uh-oh. Gaan we eens even kijken natuurlijk. We hebben vier finalisten. En het is zo dat de Mika Perra niet meer terugkomt, want die heeft schade. En P-Lift komt niet meer terug in de finale. Dat houdt in dat wij dus krijgen in de finale van de Superstockklasse, dames en heren. In the great final of the Superstockklasse, here in Ahoy. First competitor will be Jeff Ashcroft with the red alert. Followed by, I think so, Rob van der Waal. After that, Super Mario, and after that, Leonard Graveum with the Macau Bits and Pieces. En dat zouden ze moeten zijn. U zag net Jackie Chabonnet in de arena. Jackie Chabonnet is onze koning. En dat zijn dus de probleempjes die je krijgt als je gaat overtoeren. Om te wel te zeggen, te veel wielspin. En de motor die gaat dan te hoog, oftewel die gaat de beveiliging in en hoor hem gaan sputteren. En dan moet je stoppen, dan gaat het niet meer. Ik denk, wat Fred zei met die bodemspanning, dat we nog wat kunnen. We zullen eens gaan bekijken. Jack is 2A gear. 2A, ai. Het geluid cooling team, helaas waren we net te laat om even te kunnen overleggen wat zijn bevindingen waren. Maar u zag het, de aanvang spin, om het maar zo te zeggen, de aanvang wielspin was te hoog. En dan houdt het gewoon op. We gaan kijken wat de concurrentie gaat doen. En kijken wie staat hier te zwaaien. Onze dame. Die als geen andere voor promotie van de NTTO in Nederland zorgt. En dat is Gerda van het Dobbelsteen. Gerda die staat met oordopjes. Hele mooie oordoppen, Gerda. Uh-oh. Nou kijk, hier hebben ze dan prachtige, schitterende, gekleurde oordopjes van de NTTO. Zijn tegen een heel klein bedrag verkrijgbaar. Bij de stand. Aan de overkant, daar achter de tribune, daar staat de stand van de NTTO. Promotie. En ik moet daar wel zeggen, Gerda, ik zie jou nou. Jij bent toch de schoonmoeder van Bram de Pijper? Ja, dames en heren, wat is het geval? Eens even kijken. Aan de overkant zit de afdeling Oude Horen. Zijn de Oude Horen daar nog? Ja. Nou, die weten allemaal dat in de buurt bij hen European Supermates zit van Bram de Pijper. Bram is weer hard aan het sleuvelen, een legende uit Ahoy ook, moet ik zeggen. Bram de Pijper is vandaag 43 jaar geworden, hij is jarig. Bram, speciaal voor jou. Hier bij de buurt. Speciaal voor Bram de Pijper, 43 jaar, eigenaar van European Mates. En European Mates komt dit jaar weer op de banen. Jawel, hij komt weer op de baan hoor. En met name door de steun van deze rijder die u voor ons ziet op de baan, dat is Rob van der Waal, zal hij er dit jaar hoogstwaarschijnlijk weer bij staan. En ik zeg al, er moet nog een hoop gesleuteld worden, maar hij zal er weer zijn. En we krijgen weer een eigen deelnemer uit de omgeving in het Nederlandse circuit terug. We gaan eerst kijken wat hij gaat doen met Rob van der Waal met Heart of the Eagle. En nogmaals bij deze de hartelijke gelukwensen Bram. En ik hoop dat je maar mag genieten. Waar je zit weet ik niet, maar je fans zullen je wel gevonden hebben denk ik. We gaan genieten. Hier is hij, Heart of the Eagle. Kom op mensen, geniet ervan. Deze Rob van der Waal, maar hij is niet bang. Hij denkt, in Ahoy moet ik het laten zien.
Kestro Staal BV, Dutch Pride Piling, landbouworganisatie van Kesteren, elektrotechnisch installatiebedrijf BNT, Akkermans Groeitechniek en machinemuziek van de Waal. IJsseltools, gereedschappen, machines en bevestigingsmaterialen. Ik ga het toch proberen. Hij kan rijden, rijden maar. Hoe ging die Rob? Ah, de sleepwagen staat wel te zwaar, jongens. Het is nog geen tractorpoeling zo. Ondergrond en sleepwagen, dat kunnen we zeggen. Ik moet er nu af, dus hij stopt wel even. Rob, bedankt even. Te zwaar? Heel te zwaar. Ik moet nog zien dat de rest van de trekkers verder komen. Oké, Rob, bedankt. Volgens kenner Rob van der Waal was de sleepwagen te zwaar voor hem. Maar ik denk dat de combinatie van baan en sleepwagen natuurlijk de slachtoffertjes eist. En dan krijg je dus de afstand van 38-27. En we gaan snel kijken wat de beste prestaties tot nu toe zijn bij onze jury. Onze Zwitserse gast. Jawel. Meneer Platten. Met Supermani. De heer Rudy. Perkins Power. V8 kracht. We krijgen er in Nederland weer een V8 bij trouwens. Maar dat weten we allemaal. Hier gaat hij. www.moniteam.ch. Und Rudy, waar is je tevreden? Waar is je tevreden met deze run? Veel toeren? Hij zei het al, ik ben wel tevreden, maar het moest wel heel diep gaan. Zijn gezicht sprak boekdelen, zo van oei 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 oei. En ik denk dat er wel wat olie gelekt heeft. Zo te zien zagen we hier wat een klein beetje dubbels leggen. Maar hij is heel. En daar valt wat aan te doen. Zolang je geen echte motorschade hebt, heb je geen klagen. Inmiddels staat er nog één finalist. One rider to go for the final. The greatest champ of the Netherlands. Here he is. The man from Loosdrecht. He's living in the neighborhood of that, but the tractor is coming from Loosdrecht, and we're talking about the Superstock tractor, Marco BNCP, is this Leonard Griffioen. U hoort hem starten. De dikke motor die toch rond de 3000 pk'tjes zou moeten kunnen produceren als hij optimaal draait. We zullen het even gaan bekijken. Spanning op in Ahoy. Wat wordt de finale in de Superstock? Ga op de puntjes van die stoel zitten. Ja, met sponsoren als Banger die we vandaag hier ook aanwezig hebben. Experts. Ik zeg altijd maar, als je dit zo standaard hoort draaien, denk je, oh, een beetje oude motorfiets maakt ook zo geluid. Alleen ja, dan als de echte muscle power eruit komt, de turbo's hun werk gaan doen van de firma Holset. Holset is een van de merken in de wereld die veel doet op het gebied van productie van turbo's.
Met name voor sport en natuurlijk vele bedrijfsdoeleinden. Gordels worden aangetrokken. Helm goed, handschoenen goed, brandvrije overal heeft hij aan. Het zijn eisen die gesteld worden. En we gaan kijken of dat hij voorbij Rob van der Waal komt met die 38 meter. 38, 37, ik zie staan. 38, 27. 38, 31, Supermoni. Dat is de leider. Wordt het Zwitserland of Nederland? Wij zullen zien. Zet hier meer neer. De prestatie van de Bits and Pieces in de finale superstopklasse. Leonard Griffioen, hij kan terugkijken op een run die hij beslist weer niet omgelopen heeft. En als je dan in staat bent om dit te doen, we zullen eens even aan de banden voelen. En die zijn warm hoor, die zijn echt warm. Leonard gaat eraf, dus ga ik even kijken of ik nog even aan hem kan vragen van hoe deze run gegaan is. Leonard, ik wil je er toch even bij hebben. Aantal jaren terug, 4 jaar geleden ongeveer, geloof ik, stond je zelf hier langs de lijn met een microfoon in je handen. Nu zet je met zo'n machine en zo'n prestatie neer. Hoe is dat gevoel tijdens de viering van 25 jaar? Ja, trap de polling in Ahoy. Nou, ik moet zeggen, het doet ons enorm goed. We hebben als team natuurlijk ontzettend hard gewerkt om de trekker naar Zwolle, naar die Big Bang, weer op de rit te krijgen. Het heeft ons een hoop werk en tijd gekost en we zijn ontzettend blij dat we dit resultaat weer in kunnen zetten. Vele mensen hebben in de huiskamers nog na zitten praten over wat daar gebeurde. Ik zei het al. Ik kijk even snel of dat ze hierheen kunnen komen. Heren, heren. Als je toch zulke mooie dames hebt die op je staan te wachten, dan wil je toch snel hier komen of hoe zit dan? Zo is het. Ik begin langzamerhand toch wel, al ben ik in afwachting van Rob van der Waal. Rob van der Waal, jongen, waar ben je? Ik wil wel, maar de rest is nog niet zo ver. Rob van der Waal, Heart of the Eagle, op de derde plaats. Kom op! We waren nog zo blij. Op de derde plaats, nogmaals. De Waalse krimp aan de nek. Heart of the Eagle. Second place of the podium. Zweite Platz für Rudi Platter mit Superbody. From Switzerland. Of course, and the prize for him. Dan the highest place of the podium. Hoogste plaats op het podium. U hoorde net al Leonard Griffioen. Mag dan Bits and Pieces. De beste podium en de snelste full pool aangeboden door Overbeek Transport uit Rotterdam voor Harde Wiegel. 8:31, rond voor jou. Dat was de snelste full pool. Dames en heren, dit was hem, de prijsuitreiking in de superstopklasse. En die mooie dames komen nog een keer terug. Dan neem je door.
dochters maar weer mee, Gerrit. Kom. Zou die het warm hebben, die Frans? Oh, ik zweet. Jongen. Terwijl Jackie Chabanet daar inmiddels nog even met Frans zijn rondjes draait, gaan we even bij Rennel en Hum kijken. Hans, jongen, daar zijn we weer. Wie hebben we vandaag op de bok? Steven weer. Dat wordt chauffeur van komend seizoen. Zoals jij wel weet, ik heb vorig jaar gereden. Elk jaar bij ons een nieuwe chauffeur. Een van de problemen, maar ook een van de mooie dingen van het studententeam. Jullie zijn een bijzondere opleiding. Vertel er even een stukje over. Ik doe het altijd heel simpel. Ik zeg altijd de hogeschool uit Rotterdam. Wat is het? Nou, het zijn de beide landbouwhogescholen, de CAH en de STOAS. Nou, ik ben zelf een vierdejaars agrotechniek aan de STOAS. Dat is een opleiding agrotechniek. We zijn ook een deel van het team, kom ook van die opleiding. Maar op de CAH heb je ook opleidingen als veehouderij, akkerbouw, bedrijfskunde. En iedereen die interesse heeft in techniek, die kan het leren. Je laat maar eens meedoen. Je kunt niet binnenkomen met nul kennis en drie jaar later kun je rijden. Ik zie dat jullie nog steeds de trouwe sponsoring hebben van Atlas, de mooie bostuin- en parkmachines, hè? Ja, dat is een sponsor die is meer jaren negentig bijgekomen en die heeft ons vooral in materiële zin vele malen gesteund. Hij heeft het spuiten bekost, heeft oogkleppies, allemaal van die kleine dingen. Maar ja, alle kleine beetjes helpen en ja, voor ons ook alles wat we aan sponsoring binnen kunnen krijgen, dat helpt. En het blijft topsport, dus wat dat betreft alles kost geld, dan komt erbij. Nog steeds de trouwe Merlin in het vooronder. Ja, de Merlin is zoals wij het zeggen, plat gezegd, hufterproof. Dat blok, daar kun je je eigen grapjes mee veroorloven, daar kun je met een hemmie niet. Voor de rest, ja, wij gaan het door met ontwikkelen, er komen nieuwe koppen op. Het is een grote leermachine. Nu is het voluit aan, poortjes dicht. Proppen. De proefstuk, hier is hij, Rennel en Hum! Steven Boning, met Rennel en Hum. Hij zet hem omstreeks bij de 40 meter neer. Het is heftig, het is zwaar. En ik heb het idee dat ze de sleepwagen iets lichter zal gaan. Maar dat laten we even aan de technici over. Hier in die bak zitten gewichten. En er zitten ook in die sleepvoet messen die in de grond gaan trekken. We kunnen die messen iets omhoog draaien, zodat die sleepvoet wat minder stroef over de baan gaat. En we kunnen ervoor zorgen dat die gewichtbak op een later moment voor op die sleepvoet zit. Want daar draait het allemaal een klein beetje om. De verhoudingen voor het remmen van die sleepwagen. We gaan de camera er even bij pakken zo dadelijk. Misschien dat we dat eens even kunnen laten zien. Nou, dat is wel leuk. Inmiddels wordt hier gefilmd de haard met een beetje olie uit de motor. Nou Hans, een beetje olie, veel mee? Nee, ik behal. Wat is er gebeurd? Ja. Voorafgaand aan de toerdrijfklasse zouden we voor ons de baan niet in optimale toestand verkeren. Vooral bij de start, veel te hard en je ziet het wel, we komen niet weg. En op het moment, ja, je moet nog een keer gas gaan geven. Hij spint er gewoon over, hij schiet de hoge mogelijke toer in. En dan wacht dat er zoiets gebeurt. En ja, we hebben al in de Holland ook wat problemen, maar dat was pas aan het eind van de run. En gat in de motor? Nee, ik denk het niet. Hij liep nog, het gutste er niet uit. Maar we kunnen hem wel aan de kant zetten en dan bouwen. Ja, inderdaad, wat nu ben je. Even geduld dus nog. Ik was u al even aan het vertellen van wat er allemaal op die baan ging gebeuren. Misschien een Jackie Chabanet nog even wat kan doen. Ja, dan komt hij inmiddels alweer. Oh, wordt zij kleiner bij hem. Jackie Chabanet. Again. Dat eens kijken. Dat voor hem is de baan goed. Dat is even. Ja. Oh, hij is een dikker, hè?
Ja, dat was het maar even dan. De man die als geen ander met balans weet om te gaan. Ons kleine Fransmannetje. Mike, we're next. You're going next? Oh, are they ready at the moment? You're waiting for that? But I'm not getting in program. I was wondering, for how many years are you already in Ahoy now? Do you know that? Well, the 24th. The 24th time that you're here? My God. Then you know a lot. Ja, dan heb je het over geschiedenis in Ahoy. Wat is dat genieten? Er zijn, zoals u begrijpt, wat probleempjes tussen de gesteldheid van de baan en de afstelling van de sleepwagen. Maar daar komen we best over uit hoor. Dat gaat best lukken. Hij is er klaar voor. Deze beste man. Dames en heren, legend en hero. Een JP2. We zullen zien. En kijk eens, die sponsor, de Bloeders Vaardigo bij Tinten, Loonbedrijf en Grondbedrijf. De beste in de Franse kampioenschap. In het Franse kampioenschap. Dominique Profiel. Een machine die ooit in Nederland gebouwd is. Met de inzet van Aart Evers. Een man die ook achter het Heartbeat team zit. Wij zullen gaan zien. Wat dat allemaal gaat doen met een Chevrolet motor. Giant Puller, dat staat er op zijn motor. We zullen kijken hoe groot is. Ik denk dat hij het is
Dus die op de grote bok zit, kan soms nog wel eens even wisselen. Maar zullen die mannen weer terug kunnen komen naar waar ze stonden? Ontsteking die je niet zomaar aan kan raken als je hem aanraakt met je
heeft de dood opgeschreven. Zo hoog is de kracht van een ontsteking. Een motor die superscherp kan draaien. Een team dat het heel goed voor elkaar heeft met de grote sponsoren, zoals hij vandaag hier ook. Massaal ook tijdens de grote show in de hal hiernaast aanwezig is, oftewel Saas Mazal. Saas Mazal heeft er ook voor gezorgd dat de grote grondgezet show hiernaast in de hal ook staat. Als u dat niet gezien heeft, zou ik zeggen, ga straks even kijken. We gaan eerst even kijken naar de door Van Laar reclame, Kennel Motoroil, Vijversbronbemalingen, Keestrek.com, de kruipmachines en methoogbronbemalingen gesponsorde machine gaat presteren. Heartbeat! En hij komt er niet overheen!
Superpull. Ik zei het al, de Franse kampioen op dit moment. En dat is hier. Bovier. Shane Kienbauer, 7 letkracht. 7 letkracht met Dominique Bovier. Dominique Bovier met een vrij tolle auto zou je kunnen zeggen. Uit het Franse circuit. Een circuit waar heel andere mogelijkheden zijn. Wat betreft het bouw van doel eruit gaat doen. Dan hebben ze nog wat andere regeltjes. Waardoor je ook de meest vreemde bouwwerk in Frankrijk tegenkomt. En met dit V8'tje wist hij toch het kampioenschap naar zich toe te halen. We zullen gaan zien wat hij gaat doen. Dominique Bovier. Ziet het naar uit. Derde plek op dit moment
voor Ken Smith. Het is heel weinig. Het zit zo enorm dicht bij elkaar. En als hij het goed doet, zo'n slijpwagen, dan kan je dat prima op elkaar krijgen. Dan zitten die mannen hier op een rijtje. Die weten hoe dat je een slijpwagen moet afstellen, of niet, mannen? Ja, ja. We gaan kijken wat Cloud9 gaat doen. De man uit Vierpolders, Flevolsteen. Vierpolders, Hellevoetsluis. Daar zit op 10. Rob Nieuwland geeft aan hoe hij voor de sleepwagen moet komen te staan. Of hij rechts zit. En hij staat ervoor. Trekhaak, vlak voor de ketting. Ketting. Noodstop wordt aangekoppeld, zodat als in geval van nood het niet goed gaat en de sleepwagenbemanning meent dat die uit moet, kunnen ze hem uitzetten. Voor veiligheid is dat. We gaan weg! Let op! Hier is hij! Cloud9 in de finale, Toil Drive, één de laatste deelnemer. Yeah.
met de top van Ahoy. Ja, een week geleden vernemen. En hij gaat wat zwaarder. Slijpwagen gaat wat zwaarder, dus we krijgen een nieuwe proeftrek. En die zal dan gedaan gaan worden door Brian Armistead. De man uit Engeland met de Desperate Dan. Een man die ervoor staat om prachtige, mooie, rechte, strakke runs te maken. Maar dan ook moet er niks in de weg zitten. Een paar jaar geleden wist hij van elkaar te krijgen toen Blissy al een metronomslang los bij het begin van zijn run. Die vloog in de brand en dan bleef gewoon doorrijden tot het eind. Maar ja, dat gaf natuurlijk in CNC draaifrees en kottenbewerkingen het vervaardigen van tractorkoeling onderdelen. Zo noemen het anderen ook van der Waal. Wij gaan op weg naar de eerstvolgende machine. Yes. En we hebben het dan over. Over Brian Armistead. De man van de leer. Meerdere mouden. Europees kampioen. En ook grote deelnemer in Ahoy. We komen van de dag. Op 3,5 en 4,5.
Johnson, Green Fighter. Ze komen uit Duitsland. Van Klaas. Hier zijn we dan een keertje weer. Mooi, mooi, mooi. Grote Ellison-kracht. Volledig metanol, W12, Ellison-kracht. En het zou vandaag Enrico Vullenton kunnen zijn op de bank, maar ik weet het niet zeker. Voorlopig in ieder geval voor het LVM-verzekeringen. Vergeet het niet, 27 april in Vugtorp. Vugtorp, 27 april. Dat is een beetje machine. Geen grip voor deze machine. Hij had een probleem. Geen balans. En dan ben je voorzichtig. En de Ahoy. Houd het nou. En Ahoy. 25 jaar Ahoy van Ahoy. Een team dat al 25 jaar bezig is. Hier in Ahoy. Dus... de Green Fighter. 51-45. Ook een jubilaris dus eigenlijk in Ahoy. 25 jaar, Q18 voorbij. Dat mogen we al zeggen. En John van Alphen gaat het even proberen. Hier gaan we.